Suzanne Lesquier van de Politie Midden Nederland, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Full Glam Dutch is de naam van een Utrechts beautybedrijf. 4 jaar lang runde de eigenaresse met hart en ziel 3 beauty salons in Utrecht, Laren en in het Limburgse Roermond. Begin dit jaar ging het mis. De salon in Utrecht werd beschoten en op de ruit van de salon in Laren werd een explosief geplakt. In alle 3 de gemeenten werden de salons op last van de burgemeester gesloten. Met alle emotionele en financiële gevolgen van dien. Begin deze maand was er goed nieuws voor de eigenaresse. De politie had een 17-jarige jongen aangehouden als verdachte. De eigenaresse haalde opgelucht adem. Tot vorige week vrijdag 19 mei, hè, Suzanne? Ja, want toen kwam rond 6:30 in de ochtend de melding bij ons binnen dat er een verdacht pakketje was aangetroffen bij de beautysalon aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Daar gaan we weer, moet de eigenaresse hebben gedacht. Ja, meteen gingen de hulpdiensten erop af. De explosieve opruimingsdienst is erop afgegaan. En het bleek inderdaad om een explosief te gaan. Nou, met de grootst mogelijke voorzichtigheid is het pakketje weggehaald bij de salon en meegenomen naar een plek waar het op een veilige manier tot ontploffing kon gebracht worden. Uit voorzorg hebben de collega's de kruising bij de Marnixlaan en de Sint-Jozefstraat afgesloten. Oké, wat ontzettend naar voor die vrouw dat er weer iemand heeft geprobeerd een aanslag te plegen op haar bedrijf. Ja, absoluut. De salon was net pas weer een paar weken open. Ja. Die is nu weer voor 30 dagen gesloten. Dat is heel vervelend voor de eigenaresse. Maar het is ook heel beangstigend voor de omwonenden van de salon. Ja, we nemen deze zaak dan ook echt heel oog op. Ja, begin februari werd dezelfde salon dus al beschoten, hè? Dat was toen te zien op bewakingsbeelden, hè? Die lieten we ook zien. Nou, die verdachte is inmiddels opgespoord en aangehouden, hè? Hartstikke mooi natuurlijk. Ja, deze verdachte, een jongen van 17, hè, die dus vastzit, die zit nog altijd in de cel. De persoon die afgelopen vrijdag dat explosief heeft geplaatst, is hij of zij ook te zien op bewakingsbeeld? Ja, en die beelden onderzoeken de rechercheurs nu. We kunnen de beelden nu nog niet laten zien. Dat is nog niet nodig, maar als dat later wel zo blijkt te zijn, dan doen we dat alsnog. Okay. Die beschieting en een explosief in februari en nu dit, dat lijkt gewoon geen toeval. Ja, we onderzoeken nog of er sprake is van een verband. Voor de incident in februari, dat zei je net al, is een verdachte aangehouden. Maar dat onderzoek is nog niet afgerond. Dat loopt nog. En het explosief van vorige week, dat wordt ook meegenomen in het onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van de eigenaresse van de beautysalons. Hoe kunnen kijkers nu helpen? Nou, we zijn op dit moment op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien. Het zij in de omgeving van de salon aan de Amsterdamse Straatweg op vrijdagochtend 19 mei. Of misschien wel de verdachte op camerabeelden hebben. Dat zou mooi zijn. Ja, en we komen ook heel graag in contact met mensen die ons kunnen vertellen wie er nou achter deze aanslag zit. De eigenaresse heeft geen enkel idee wie er nou achter zou kunnen zitten. Ja. Ze vertelde vorige week aan onze collega's van U-Nieuws hoe hard dit haar treft. Geen woorden voor. Nee, echt niet. Ik weet niet of ze wel beseffen wat ze met de mensen aandoen. Maar ik zal het ze nooit vergeven. Ja, heel naar. Heb je vorige week vrijdagochtend vroeg misschien iets verdachts gezien bij de salon aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht? Of heb je misschien andere informatie die de politie kan helpen om de dader of daders op te sporen? Twijfel dan geen moment en bel de tiplijn 0800 60 70. Mocht je liever niet je naam noemen, maar wil je wel iets delen over de zaak, bel dan met meldmisdaad anoniem 0800 7000.